Daar zijn we. Goedemiddag is het inmiddels. 2 uur. Ik ben nog in de bus, zoals jullie kunnen zien. Ik ga even. Ik heb zitten werken. Begin van de middag, eind van de ochtend, begin van de week. Nou, even pauze, dus ik ga even met Bo wandelen. En ik wil jullie even meenemen. En ik. Voor degenen die mij al langer volgen, die herkennen het misschien, alleen nu in een heel andere jaargetijden. Want we zijn nu hier einde van de zomer, dus er staat nog van alles in bloei, had ik gezien. Dus ik ga even met Bo wandelen het park in en dan nemen we jullie even mee, dacht ik zo. Nou, ik zal eerst even de camperplaats laten zien waar we staan. Ik sta niet op het officiële gedeelte. Het officiële gedeelte is daar, zeg maar, tegen de achterrand aan. Maar toen ik hier gisteravond, volgens mij was het 10:50 aankwam, was het aardig vol. Vanochtend was het weer redelijk leeg en was ik de enige die hier op het niet-officiële gedeelte stond. Maar inmiddels staan er alweer 1, 2, 3, 4... vijf op het niet officiële gedeelte. Dus het is in principe een hele fijne rustige camperplaats. Ik heb hier al eerder gestaan, dus dat zullen jullie, ik zal die video ook linken, maar dit is er natuurlijk ook nog eentje, 6, gelijk aan de rand van het park. En daar gaan we zo meteen even wandelen. Helemaal in die hoek daar is prullenbakjes, grijswater, cassettetoilet, dumpen, drinkwater en dergelijke. Dus dit is een mooie, rustige camperplaats. Een gemixt parking, want er zit hier een thermaalbad, zwembad bij. Daar hebben we vanmorgen even lekker ontbeten. Op het terrasje gezeten, want het zat pal in de zon, de ochtendzon. Dus kijk, Bo die denkt al, hé, wat gaan we doen, wat gaan we doen, wat gaan we doen. Maar we gaan dus het park in zo met jullie. Ja, hier wandel je dan al gelijk het mooie park in. Dus direct aan de camperplaats. Achter Bo. Ja, dit is erg leuk hier in dit park. Zurzeit, ik woon zurzeit hier, het Pimpelmeesje, dus een stukje over het Pimpelmeesje. En het bordje hebben ze dus nu aan deze boom gehangen. Want, kijk, hier hangt een nestkastje. Even kijken of een beetje van voren zonder de zon, ja. En in dit nestkastje, ja, nu waarschijnlijk niet meer. Misschien dat hij nog komt slapen voor de winter, s'avonds of zo. Maar hij heeft dus het Pimpelmeesje gewoond deze zomer. Leuk, hè? Hier is het thermaalbad. En daar is een... zit ook een horeca dingetje in met een terrasje daarvoor. Dus hebben we vanmorgen even ontbeten. Bo wil alweer die kant op. Hé, deze kant.
Ja, en zoals jullie misschien nog wel kunnen herinneren van de vorige keer, dit park staat helemaal vol met allemaal van die sportactiviteiten toestellen. Die staan overal hier door het park heen, dus als je een beetje actief bezig wil zijn, dan behalve wandelen, dan kan dat. En natuurlijk, want dat was ook in dit park, de bordjes op de bomen die je vertellen wat van bomen dat het zijn. In het Duits natuurlijk. Ja. Ja. Adem verboden, dat is jammer. Knijp gezondheidsanlage. Oh, deze kant. En ook rondom het park, net buiten het park, hier is een steile wand, zijn verschillende fiets- en wandelpaden. Ja, dit is dan jammer, want we waren hier in de winter, want toen was het dicht en toen zei ik nog, het zal in de zomer wel open zijn. Maar dit spul is dus nog steeds dicht. De Elisabeth Bron. Er zitten een paar kunstwerkvogels. Die zien er wel grappig uit. En de bron daar. Maar ja, dicht. Bordje. Informatiebordjes. Ik zal even terug uitzoomen. Ja, jammer. Maar dat is ook wel grappig, die blauwe stenen met de potjes. Ja, ik ben dit nu aan het filmen voor jullie met gevaar voor eigen leven. Want helemaal daarboven uit die hoge eikenbomen, daar regent het eikels. Kijk, hè. En als jullie denken van, oh, zo'n klein eikeltje. Nou, het zijn toch aardige eikels. Boos constant aan kijken van, hey, waar, wie gooit er eikeltjes? Leuk, gezellig. Waar is ze? Ah, hier aan deze kant. Kijk, en dat vind ik dan nou weer niet kunnen. Dat ze het zomaar over de vogeltjes heen plakken. Ah, de Express. Mooi daar. Nee, dat vind ik niet kunnen. Ja, en als er een vlaag wind komt, dan hoor je echt eikeltjes allemaal uit de bomen vallen. Wow, kijk jongen. Bo denkt, oh, leuk spelletje. Nee, kijk jongen. Deze kant. Nee. Ja, ik wilde jullie eventjes het voerhuisje laten zien wat hier staat. En een voerhuisje neergezet en daar vliegen constant meisjes op en aan. Allemaal koolmeisjes en af en toe een pimpelmeisje of een roodbordje. Oh nee, dat is een boomklever die er nu op zit.
Hop, daar gaat hij. Een boomklever. Ja. Leuk. Hier hebben we dus een bord waar we wel de vogeltjes kunnen zien. Nou, het pimpelmeesje. Het koolmeesje heb ik net gezien op het voerhuisje. Waar is die? Boop, tjoep, 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 tjoep. Een zoemfmeizen. Moerasmees zou dat dan ongeveer moeten zijn, maar ik weet niet wat de Nederlandse naam is, komt er niet op. Hier, de boomklever, die is er maar druk mee. Die gaat zelfs terwijl ik hier daarnaast sta. En het roodborstje heb ik ook gezien net. Ja. Ik ben nog weer zo'n plakkaat van ik woon hier. Ditmaal een koolmeesje. En dan is daar zijn huisje. Naar de achterkant, oké. Okay. Ja, hier staat een grenssteen informatiebordje over die steen uit 1834 oud. Ja, er staan een heleboel van die culturele dingetjes en bordjes over de geschiedenis van het park. Ja, er loopt een weg langs het park, dus die hoor je wel goed. Ja, dit hebben we de vorige keer ook gedaan. We zullen nu ook even naar de overkant lopen. Kijken hoe het dorpje eruit ziet. Niet in de winter. Ja, het ziet er wel heel anders uit met de bloemen. Die waren er zeker niet in de winter. Hij is er altijd een heel ander gezicht. Ik ben trouwens ook benieuwd hoe het geluid is. Met name in dit clipje. Dus laat het maar weten, want ik was mijn windmuff kwijt en ik heb een nieuwe besteld. Die zit er nou op. Maar geen idee of die net zo goed is als de vorige die ik had. Kijk joh. Jongens, toe. Ja. En er zit geen drinkwater.
De Moerig. Hetzelfde boot dat ze niet in het water kwam, maar ja, natuurlijk vindt ze weer een weg om wel in het water te kunnen. Gelukkig schijnt de zon, kan ze weer drogen. Vertrekken op de camperplaats bij Rood Perma en we gaan richting de locatie waar Ardan verblijft en ja, zin in. Onderweg eerst even naar de supermarkt en dan in Duitsland nog even de tank vol gooien, omdat het hier zo'n 15 cent per liter goedkoper is als in Frankrijk. Dus, dat zijn de plannen. U passeert een tussenpunt. Getankt en nu gaan we op weg richting. Na 200 meter neem op de rotonde de derde afslag. Het dorp waar Ardan verblijft in Frankrijk. We hebben helemaal langs de grens afgereden, dus we gaan nu snelweg op de derde afslag. We zitten trouwens op de A5, hier komt het bord, kun je het zien, richting Basel. Nou, zover rijden we natuurlijk niet, maar. Dat is de Duitse A5 in ieder geval richting Zwitserland waar we nu op zitten. We zitten zo te zien nou net ten zuiden van Straatsburg. Want hier is afslagen Straatsburg midden en Straatsburg zuid. Dus hebben jullie ongeveer een idee waar we rijden. De snelweg op. Ja, aan de andere kant van het water is het Frankrijk. De grens loopt hier precies midden door de Rijn. Dit is de Rijn. Dus... Frankrijk, France, bonjour, ça va? Ah oui, ça va bien, merci. Ja, de zon begint langzaam onder te gaan, het is bijna 7:30. Dus ik denk niet dat ik nog veel kan filmen. Dus ik denk dat ik hier maar gewoon mee afsluit. Ik weet niet waar Ardan precies staat, hoe het daar is. Mocht het nog met verlichting van lantaarnpalen of zo zien, dan probeer ik filmen als ik kom oprijden. Maar dan zal ik die beelden wel toevoegen. En anders weer bedankt voor het kijken. Like, reactie achterlaten. Niet vergeten te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Op het belletje klikken krijg je een berichtje als er een nieuwe video online is. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.